Cavia's zijn niet graag alleen. In de vrije natuur leven cavia's in groepen van tot wel 20 dieren. De cavia is een sociaal dier. Wie een cavia als huisdier neemt, weet dat hij hem nooit alleen mag houden. Maar wat gebeurt er als je een groep cavia's wilt uitbreiden of als er eentje sterft? Het eenvoudigst is de integratie van een nieuwe cavia als de dieren nog jong zijn. Maar ook bij oudere dieren kan de integratie van een nieuwe cavia succesvol verlopen. Met de juiste voorbereiding kunnen vreemde cavia's snel vrienden worden. Nadine neemt al sinds enkele jaren cavia's op die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Als er een nieuw dier in een van haar groepen terechtkomt, kijkt zij vooral naar het karakter en het geslacht van het dier. Een groep beertjes kan een heel goed team vormen, in elk geval zolang er geen zeugje in de buurt is. Gemengde groepen zijn moeilijk, maar het gaat wel goed als er maar één beertje en meerdere zeugjes in de groep zitten. Ook zeugjes hebben in de groep een rangorde die eerst moet worden uitgevochten. Maar daarna gaat het samenleven vaak goed. De combinatie van een beertje en een zeugje gaat ook goed. Maar als u geen nakomelingen wilt hebben, moet u erop letten dat de dieren gecastreerd zijn. Of u een cavia aan één dier of aan een hele groep wilt laten wennen, maakt niet zoveel uit. Maar hangt af van het karakter van de dieren. Verschillende rassen zijn ook geen probleem. Opdat het integreren lukt, moet het eerste contact tussen de cavia's op neutraal terrein gebeuren. Sunny is een nieuwkomer. Hij was tot nu toe apart ondergebracht. Vandaag leert hij zijn nieuwe medebewoners kennen. Daarvoor maakt Nadine een apart terrein klaar. Hiervoor zijn ook de badkamer of de gang geschikt. Het is belangrijk dat er voldoende plek is. Per dier minimaal 1 vierkante meter, maar het liefst 2. Het maakt niet uit of de integratie binnen of buiten gebeurt, als de dieren maar genoeg plek hebben om elkaar uit de weg te gaan. Maar ze moeten natuurlijk ook met elkaar worden geconfronteerd, zodat blijkt of ze goed of juist niet goed met elkaar overeenkomen. Daarom mag de ruimte die ter beschikking staat niet al te groot zijn. Hooi en vers voer biedt u het best op meerdere plekken aan. Zo krijgt Sunny ook de kans om te eten en wordt hij niet meteen weggejaagd. Water mag ook niet ontbreken. Nadine zet eerst maar 2 cavia's uit de bestaande groep in de ren. Deze 2 passen qua karakter goed bij Sunny. Dan komt Sunny de nieuwkomer. Dit zorgt voor minder stress, want als deze 3 cavia's al goed met elkaar overeenkomen, ontstaan er over het algemeen ook later in de grotere groep geen problemen. Cavia's zijn groepsdieren. Bij de integratie draait het dus vooral om de bepaling van een nieuwe rangorde. Dat cavia's dan achter elkaar jagen, naar elkaar happen of elkaar willen imponeren, hoort er allemaal bij. Grijp bij zo'n rangstrijd niet in, want dan duren de ruzies nog langer. Bij het integreren van een nieuw dier is het voor de houder belangrijk dat hij de dieren tijdens een rangstrijd hun gang laat gaan. Grijp niet meteen in en haal de dieren niet uit elkaar. Dat zorgt alleen maar voor extra stress. Enige uitzondering? Als de dieren elkaar beginnen te bijten, moeten ze wel uit elkaar gehaald worden. Gebruik daarvoor stevige handschoenen. In zo'n geval moet u de integratie staken. Breng de dieren het liefst niet nog eens met elkaar in contact. Een tweede poging is wel mogelijk, maar zorgt voor veel stress. De dieren kunnen een paar uur of ook een paar dagen in de hiervoor bedoelde ren blijven. Als Sunny en zijn medebewoners dan geen ruzie meer maken, mogen ze samen naar de grote kooi. Om de nieuwe thuis neutraal te laten ruiken, reinigt u beter de kooi of omheining voordat de dieren weer hun intrek nemen. U kunt de kooi ook anders inrichten, zodat hij voor alle cavia's nieuw lijkt. Als de integratie succesvol is verlopen, kunnen de vreemde cavia's eindelijk vrienden worden.